Ik ben Kreini Tanis en ik ben getrouwd met Ton Tanis. En we hebben samen twee kinderen. Jasmijn, en die heeft dan SMA 2, dus is 7 jaar. En Bart, en die is 6 jaar en die is gezond. 'S Nachts staan we een paar keer op om Jasmijn te keren. 'S Morgens roept ze zelf als ze wakker is dat ze eruit wil. En dan breng ik ze op school en daar wordt ze weer verzorgd door vriendjes, vriendinnetjes. Jasmijn beweegt zich in huis voort in een klein sportrolstoeltje. En buiten beweegt Jasmijn zich voort in de elektrische rolstoel. Nou, we vierden dit jaar al voor de 5e keer de boerderijvaar. Wij maken eigenlijk een soort advertentie en sturen we naar alle kranten, bladen hier in de buurt. We gaan alle winkels hier langs dat ze dingen willen sponsoren. Dus we hebben enveloppen trekken, loterij. En op de fair zelf hebben we een taartenbakactie. Op het moment hebben we bijna 90.000 euro opgehaald. Maar we hopen dit jaar toch wel de 100.000 te halen. Het is gewoon heel bijzonder hoeveel mensen er zich inzetten. Dat is hartverwarmend en af en toe moet je het wegslikken, zeg maar. Dus, maar dankzij al mijn vrijwilligers en hulp had dat nooit gelukt. Dat denk ik dat wel bij moet. Ik ben Ellie Paulusma. Ik ben woonachtig in Trachten. Ik ben wijkhoofd geworden van een klein wijkje van ongeveer 15 collectanten. Ik was zeer fanatiek. Als ik geen collectanten had, dan ging ik in een straat overal aanbellen om mensen te werven. En dat is uitgegroeid tot hoofdcoördinator van heel Trachten. Een leuk voorbeeld is nog met het collecteren dat ik ooit ergens aanbelde. Ging de deur open, toen zat er een vrouw in een rolstoel die de deur open deed. En toen bleek dat zij gebruik maakte van het vakantiehuis van het Spierfonds. En dat was echt heel mooi. Het Spierfonds is voor mij heel belangrijk. Ik kan 's ochtends zo mijn bed uitstappen en doen en laten wat ik wil. En dat is niet voor iedereen weggelegd. En dat wil ik ook graag onze kinderen meegeven. Dat het niet zo vanzelfsprekend is dat je heel gezond bent.